Hartelijk welkom bij Meerbeek TV. We hebben vandaag een super mooie caravan. Een LMC Stal 450D. Unieke indeling, modeljaar 2022. Ik heb hier alvast de indeling staan. Nou, ik zal het in het kort vertellen. Wat uniek is aan deze, is dit Queensbed. Dat gaat u zo ook van binnen zien. Ik sta hier vandaag met mijn collega Mark Meerbeek. En die gaat mij alle highlights van de binnenkant laten zien. Dankjewel voor deze introductie, Ryan. Wij zijn inderdaad van Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Mijn naam is Mark Meerbeek. We hebben al meer dan 40 jaar een fantastisch caravanbedrijf waar we uitsluitend topmerken verkopen. En dan moet je denken aan LMC, aan Hobby, aan Vent, aan Adria. En vandaag hebben we dus uitgelegd inderdaad LMC. De nieuwste logo's en de nieuwste indeling en de nieuwste accessoires. Zullen we snel naar binnen lopen, Ryan? Kom, we gaan binnen. Laten we doen. Kom mee, kijkers. Kijk, hier komen we dus aan bij het nieuwe model. Wat leuk is om even gelijk hier met de deur in huis te vallen. De nieuwe deur van LMC. Hij sluit perfect. Volledig met één sleutelsysteem. Mooi raam erin. LED voortentverlichting standaard erop. Mooie vakjes erin waar je spulletjes kwijt kunt. Prullenbakje erin. Ideaal als je bij de keuken aan het werk bent. En uiteraard full options. Plissé hoddeur zit erin. Maar dit is nou een comfortline. En daar ga ik u dadelijk nog meer van vertellen. We beginnen eigenlijk met de indeling zoals Ryan dat net zei. Queensbed, wat moeten we ons daarmee voorstellen? Het is eigenlijk een soort van eilandbed, een bed in het midden van de caravan. Waardoor je dus twee hangkasten krijgt en dat je heel makkelijk in en uit bed kunt. Kijk, de bedruimte is dan natuurlijk gigantisch, waar je makkelijk bij kunt. Hier een mooie schappenkast. Je kunt ook de schappen eruit halen, is het gelijk een hangkast. De stang zit erin, daar is goed over nagedacht de LMC. Bovenkastjes zitten erin. Hier zien we ook bij de comfortline de nieuwste afwerking van het meubelwerk. Hout met een mooie witte vies eroverheen. Dus dat is tot in detail goed afgewerkt. Hier kijken we ook aan de andere kant, zien we dat op dezelfde wijze. Ook weer met die schappenkast die eruit kunnen en daar kun je de hangkast van maken. En tussen die beide kasten zie je dus dat Queensbed. Een mooi groot bed. Aflegruimte voor je spulletjes. Ook in de vensterbank. En hier zit het bed. Makkelijk op te tillen. Gasveren houden nog gelijk helemaal omhoog. Waardoor je dus heel veel bergruimte onder het bed hebt. Je ziet ook een servicelak zitten van buiten, dat is makkelijk bagage erin kunnen doen, maar van binnen is het ook heel makkelijk. Mooi schot erin, dat de bagage niet schuiven kan. Er zit wel tot in detail goed over nagedacht. Het is ook een groot bed, het bed is 1,40 bij 2 meter, dus een royale afmeting. En wat je dan met deze indeling kunt, je kunt grotere ramen toepassen. Kijk aan de zijkanten, hier dus twee hele mooie grote ramen. Die karakteriseren ook het type van dit caravan, zeg maar. Dus heel veel licht dat je standaard hebt op een mooie manier afgewerkt. Naast dat bed hebben we hier dus de keuken. De keukenverbreder is standaard aanwezig, waardoor je dus extra bergruimte hebt op een mooie manier. Hier heb je het keuken aardigblad. We zien van een 3-pits gas met elektronische ontsteking. Warm en koud water in de wasbak. En dan mooie grote keukenlades. Uiteraard voorzien van soft close, pushlock sluiting. 3 stuks, heel veel bergruimte, makkelijk toegankelijk. Boven de keuken zien we nog een mooie grote kast. Met sapverdeling er ook in. Een goede sluiting erop, dat die goed sluit, dat die goed dicht zit. Dus al die bagage blijft perfect op de plek staan. Hier zien we de koelkast van deze LMC. Dit is een grote koelkast. Dat is van een tetvat de 140 liter. Maar een leuk detail is, als je deze koelkast aanzet. Deze heeft een automaatfunctie. Dat betekent, koelkasten kunnen altijd op 3 manieren koelen. Ze kunnen koelen op 230 volt, 12 volt of op gas. Maar bij deze caravan, als je hem op de A zet, hoef je daar dus niet meer over na te denken. Dan kiest hij zelf zijn energie. Dus je hebt altijd dat de spulletjes goed gekoeld zijn tijdens de vakantie. Dan hoef je niet meer te schakelen zelf. Naast die rode koelkast zie je hier de fretruimte zitten. Mooi afgewerkt. Houten deurtjes erin, dus geen kunststof toegepast. Mooie RVS spoelbak. De tip van fret is draaibaar, waardoor je dus heel veel beenruimte hebt. Leuk detail hoe dat toegepast is. Hier is gelijk bij de jas ook kunt hangen, is er goed over nagedacht. Mooi meegenomen in de stoffering van de caravan. Nou, dan komen we hier aan bij de zit. Het is een mooie zit aan de wand. Hoe zit dat, Ryan? Ja, het zit heel goed en ik kan hier echt perfect genieten van het mooie verhaal wat jij vertelt over deze binnenkant van de caravan. Dan gaan we gewoon gelijk weer verder. Kijk, wat hier nog een leuk detail is. Hier zit van Dometic het nieuwste flexiesysteem in. Spotjes kun je makkelijk afhalen, die kun je dus gewoon verzetten op de rail.
Maar ook is nagedacht dat natuurlijk iedereen tegenwoordig nog zijn telefoon bij zich heeft, die wil kunnen opladen. USB-opladers ook standaard voorzien. Dus dat is op een mooie manier, kun je zelf inpluggen waar je zelf ook maar wilt. En dan kun je dat makkelijk toepassen. Je zag al dat ik heel makkelijk in die zit ging zitten. Dat kan door dit dressoirmeubel, zeg maar. En dit dressoirmeubel, als we hier aan de zijkant kijken, ook zien, daar zit een mooie sticker voorbereid voor LMC. Daar kan de televisie evenveel. Hier kan de bekabeling door. En dan kijk je in dit meubel. Dan zit eigenlijk alle voorbereiding voor televisieaansluiting zit erin. Maar dadelijk zullen we ook nog zien dat aan de buitenkant de combidoos er standaard op zit. Maar dat is geen onderdeel van het comfortpakket. Dat die wagen gewoon super compleet is. Comfort staat bij LFC altijd hoog in het vaandel. Daarom heb je hier dus de Truma gaskachel met de ringverwarming. Maar ook als extra de vloerverwarming. En dan kunnen we hier zien. Hier zit de vloerverwarming. Dat is deze knop. Als ik deze aanzet, hebben we dus een mooie vloer bijverwarmd door de hele caravan heen. En dat is in het voorjaar ideaal en ook natuurlijk hartstikke duurzaam. Dan hoef je dus geen gas meer te halen. Stroom heb je toch al. Je zet hem aan en je hebt altijd lekkere warme voet. Hier kun je het waterniveau zien. Er zit een vaste waterding ingebouwd van 44 liter. Dus binnen die gevuld is, dan gaan alle lampjes branden. En zoals nu is die leeg, kun je dus hier zien. En hier kun je nog de boilerapart aanzetten. Er zit dus warm en koud water in. Dus dat zijn een paar hele mooie details van de binnenkant van de caravan. Rijn, wil jij de kijkers even iets vertellen van de buitenkant? Want ik heb iets gehoord van hagelbestendigheid, hè? Inderdaad, daar is deze caravan uniek in. Daar is LMC uniek in. En dat ga ik u laten zien. Kom met me mee, kijkers. We gaan naar buiten. De buitenkant van de LMC caravan. Laten we aan de voorkant beginnen. Alcoholstabilisator. Handrem. Disselklep kan helemaal open. Dit zit ook in dat comfortline pakket, wat Mark net vertelde aan de binnenkant. Voorbereiding voor een reservewiel. Plek voor twee gasflessen. Gasslang. Drukregelaar. Twee wielkeggen, als u op de camping de perfecte plek heeft gevonden. Slinger om poten mee uit te draaien. En een afvalwatertank. Doen we dit. Helemaal compleet. Kijk nog wat speels. Dit is het nieuwe LMC logo. En dat hebben ze overal toegepast. Hier ziet u hem in het klein. En hier in het groot. Een mooie vlag. Gaan we verder aan de zijkant. Serviceluik is hier toegepast. Dan kun je onder dat grote queensbed terechtkomen. Gasaansluiting. Kun je lekker de scutterbraai aanzetten. En lekker barbecuen. Hey, dat is je tv-voorbereiding, hè? Ja, dat is van dat comfortpakket dat je net uitlegde. Dat is wel ideaal. Heel erg groot raam. Dat valt sowieso op bij deze caravan. Al die ramen, ook heel veel dakramen zagen we net. En als u met mij meeloopt, zien we hier ook zelf een heel groot achterraam. Dan heb je dus van boven natuurlijk een lichtinval in de zit. En ook van achter. Meer is dus niet mogelijk. LED, achterlichten. Heeft een hele lange levensduur. Kijk wat een mooie kleuren. Er is een toegepast hier in die zijkant. Met dat grijs, dat perfect past bij de raamkleur. Hier nog ietsje zwart. Doe echt mooi. En dan LLT. Long Life Technology. Nou, dan heb ik hier een speciale banner. Dat heeft te maken met de waterdichtheid en de materiaal van het dak. Daar heeft u 12 jaar garantie op. Dat is een hagelbestendig dak. En als u dat opgeeft bij uw verzekering, dan krijgt u zelfs korting op uw premie. Nou, dat is helemaal geweldig. En deze caravan, die heeft een vanafprijs van €28.690. Maar die is nog uit te breiden, als u dat zou willen, met het Meerbeek Limited Edition pakket. Nou, daar weet mijn collega Mark nog wel wat van te vertellen. Ja, wat is mooi is van deze LMC-stijl, dit is dus een comfortline. En een comfortline betekent dus echt wel dat alle comfort aanwezig is. Dus heb je de standaard, de Alco Bigfoot zit eronder, het grote heekje dakraam zit erin, die mooi boven de zit overigens. De deur met de raam zit erin, de plissé houtdeur zit erin, de boiler zit erin, die vers waterniveau aanduiding zit erin, vloerverwarming zit erin, vuilwatertank, ledverlichting, USB-stopcontacten die we gezien hadden, die bicolor variant, speciale bestikkering, barbecue-aansluiting. En wij gaan van Meerbeek dus nog een stukje verder. We zetten dus ook aan standaard dus een Thule 6300 luifel op. Met een maximale maat dat je dus een hele goede beschutting hebt voor die caravan. En we hebben hem uitgevoerd met de nieuwste mover.
Hier zit de Enduro Mover onder, dat is de 505 FL. Dat is een mover die kan op waterpas zetten. Dus hij zet de caravan netjes op de plaats. Hij gaat automatisch naar de band toe. Maar wanneer dus met één wiel veel lager staat, hoef je maar op de FL-knop te drukken en dan zet hem automatisch waterpas. We leggen u daar graag even in detail uit bij ons in de showroom. Zo'n mover heeft natuurlijk ook een stroom nodig. We hebben die mover allemaal standaard afgemonteerd met een lithium accu. Dat is een onderhoudsvrije accu, heel licht in gewicht. Die weegt 2,9 kilo en die heeft een rangeertijd van ongeveer 30 tot 35 minuten. Nou, dit hele complete model kunnen wij dus bij Meerbeek leveren. Compleet aan fabriek zou die eigenlijk moeten kosten 35.334 euro. Nou, wij van Meerbeek kunnen hem leveren met een korting van 4339 euro. Dus dan betaal je 30.995. Heb je alles, dus helemaal compleet. Dus mover, vloerverwarming, luifel. Ik moest dit gewoon lezen, want het is gewoon te veel om op te noemen. Alles zit er compleet in. Dus ja, zijn jullie enthousiast geworden van deze presentatie? Wij hebben dit model op voorraad bij ons in de showroom staan in Doetinchem. Let wel door de gigantische vraag van caravans, want de caravans zijn enorm in de mode op dit moment. Kamperen is echt, gaat pijlsnel omhoog wat dat betreft. Ja, fabrikanten hebben moeite om natuurlijk op tijd bij te produceren. We hebben veel besteld, maar heb je interesse? Wacht niet te lang, bezoek onze showroom en ja, wij nodigen u uit om in Doetinchem te komen en dan gaan wij u die caravan alles daarvan uitleggen. En misschien denkt u wel van, hé, dat is een mooie, daar wil ik van de zomer lekker meer vakantie. Dat kan dan. Dus we zeggen, tot ziens in Doetinchem. Wij vinden het leuk om deze caravans op de filmpjes te presenteren, maar als u in het echt komt, worden wij er nog veel enthousiaster van. U bent welkom bij Meerbeek TV in Doetinchem. Mark en Ryan? Ja. Nou, nog één ding. Ja. LMC met dat nieuwe logo, het staat achter Mark afgebeeld, hè? Ja. En LMC had eigenlijk drie dingen die nagestreefd zouden moeten worden. En dat was kwaliteit, dat was vertrouwen en je echt thuis voelen. Nou, bij de opname van deze film heb ik het gevoel dat LMC het bij deze caravan echt, echt, echt supergoed gelukt is. 100% scoren. Tot ziens. Wij van Meerbeek hopen dat u heeft genoten van deze productpresentatie. Bent u de volgende die wij blij gaan maken met de nieuwe caravan of camper? Kom bij ons langs en we wensen u een fijne vakantie.